U weet het, hè? Wij zetten alle filmpjes altijd op ons YouTube-kanaal. Die worden ontzettend goed bekeken. Een van de meest bekeken is Olmatro uit Raamsdonkveer. Daar gaan we samen even naar kijken en dan praten we verder. Voor dit soort reddingswerk heb je heel speciaal gereedschap nodig. En dat nu wordt vervaardigd in Brabant, in Raamsdonkveer om precies te zijn. Hier dus, bij Olmatro. En bijna een halve eeuw geleden begonnen ze met eerst de handel, later de productie van hydraulische werktuigen ten behoeve van de zware industrie. Dus vijzels, krikken, ander hefgereedschap, waarmee je hele schepen, windmolens, ja zelfs laatst het dak van het stadion kunt oplichten. Stoer en sterk spul dus. Harm Hermans, algemeen directeur van Olmatro. Ooit zijn jullie begonnen als toeleverancier voor de scheepsbouw. Daarna kwamen dat spectaculaire reddingsmateriaal erbij. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, in die tijd, eind jaren 70, begin jaren 80, werkte hier iemand die ook bij de brandweer actief was. En die kwam op een bepaalde dag binnenlopen met een heel zwaar reddingsgereedschap. En de toenmalige eigenaar zei van, god, wat is dat voor ding? En hij legde dat uit. En die zei, nou, dat moeten wij veel beter kunnen. Nou heb ik even gegoogeld. En er blijken brandweerkorps all over the world over jullie materiaal te beschikken. Zit daar nog groei in? Ja, daar zit zeker groei in. We zijn inderdaad marktleider over de hele wereld. In meer dan 140 landen. Wij zijn niet in elk land marktleider. Maar als ik dat zo hoor, dan verkopen die producten zich als het ware vanzelf. Dan zou je zeggen, dan is er geen innovatie meer nodig. Nee, innovatie is natuurlijk de slagader voor ons bedrijf. De producten, de vraag naar onze producten is met name erop gericht dat ze sterker moeten worden, ergonomisch beter moeten worden, compacter willen klanten vaak hebben. En dat drijft uiteindelijk ook ons in het nadenken over nieuwe technologieën. Eigenlijk is het een never-ending story. Innovatie stopt nooit. Sterker nog, als je stopt denken over innovatie, stopt de innovatie. Blijvend innoveren. Olmatro heeft zich ook internationaal enorm goed op de kaart gezet. Hoe belangrijk is het voor onze Brabantse economie dat bedrijven die stap maken en die investeringen doen? Ja, ik denk dat het noodzakelijk is om te overleven op de lange termijn. Want de internationale economie groeit razendsnel en blijft doorgroeien. Dus er wordt ongelooflijk veel besteed. Nieuwe investeringen worden daar gerealiseerd. En in Nederland hebben we toch te maken met uiteindelijk een krimp aan besteding op lange termijn. Dus bedrijven moeten de mogelijkheid verkennen om internationaal aan de slag te gaan. Is het geen bedreiging dan voor degenen die zich hier zouden willen vestigen? Nee, want ik denk dat beide zaken heel goed kunnen. Je ziet in het buitenland nogmaals een stevige groei. Dus veel mogelijkheden om daar naartoe te kunnen exporteren. En tegelijkertijd willen die landen ook hun distributie goed voor elkaar hebben. Dus je ziet ook steeds meer dat buitenlandse vestigingen van grote multinationals in Brabant komen zitten. En dat is goed voor onze werkgelegenheid. Maar kun je dat bijsturen? Kun je dat in balans houden als provincie? Nou, je moet gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat je als overheid niet een economie kunt reguleren. Moet je ook niet willen. Maar wij moeten wel proberen iets te initiëren, te faciliteren en te ondersteunen. En dat doen we door middel van onze missies. Dat doen we door middel van onze internationale contacten. Dat doen we door middel van handelsbevordering, door middel van onze fondsen die we inzetten. Daarmee proberen we dat economische spel een beetje goede banen te leiden. Ja, daarmee krijgen we ook heel veel aandacht. Hè. Ik noemde het al eerder. De awards die we hebben mogen ontvangen, de nominaties, de prijzen. Dat is ontzettend mooi. Dat geeft heel veel aandacht, internationaal. Maar is er nu ook al op korte termijn al directe respons merkbaar? Wat komt daaruit? Wat merken wij? Ja, ik merk dat echt al. Hè. Dus je ziet dat buitenlandse bedrijven zeggen van god, dat Brabant. Want ik ben aan het kijken in West-Europa waar ik zou moeten gaan zitten. Ik wil eens komen praten. Dus onze mensen van de BOM die hebben het drukker dan voorheen. Dat betekent niet dat er onmiddellijk succes is. Daar gaat wat tijd overheen. Maar bijvoorbeeld ook al investeerders hebben een veel grotere bereidheid om met Brabantse ondernemers zaken te gaan doen. En last but not least, we komen natuurlijk de komende jaren ongelooflijk veel technische mensen tekort. Die hebben Nederland onvoldoende. Dus Brabant wordt ook aantrekkelijker daardoor. Meer aandacht. Voor wetenschappers die uit het buitenland komen.